de wedstrijd van het jaar voor ADO Den Haag. De thuiswedstrijd tegen Ajax. Maar de laatste 34 jaar won ADO maar 2 keer in eigen stadion van Ajax. Andersen. Kiesna. En hier een kans. Milik legt hem klaar en daar is het doelpunt van Klaassen. Prachtig doelpunt van Ajax. In de 8e minuut staat de ploeg van Frank de Boer al met 1-0 voor. Weer een doelpunt voor hem, Davy Klaassen. Maar de echte klasse in deze aanval zit bij Milik. Natuurlijk, deze voorzet doet ertoe. Maar Milik kan hier ook voor zijn eigen kans gaan. Hij bewaart het overzicht. 0-1. Net als vorig seizoen opent Davy Klaassen de score in Den Haag. Supporters zijn wakker in Den Haag, nu ADO nog. Dan kan het een wedstrijd gaan worden. Kramer, goed doorgegaan, stevig doorgegaan op Klaassen. Furieus langs de lijn, Frank de Boer. Er komt een gele kaart voor de spits van ADO Den Haag. Het been gestrekt. De noppen vooruit. Een overtreding die niet door de beugel kan. Hij mag niet klagen met geel. Wormgoor. Goed, Jansen. Tweede bal voor Gert. Goed hakje, Alberg. Gert. Dan past dit net niet, denk ik. Nee, inderdaad, want daar is Sillissen. Maar dat was een mogelijkheid voor ADO om tot een grote kans te komen. En wat heeft Kramer dan gedaan bij Sillissen? Sleept met zijn kicks over het hoofd van de Ajax-keeper. Wormgoor. Bal achter de laatste linie. Kramer loopt erop, maar verzuimt hier om de bal aan te nemen. Wel een hoekschop. Corner is van Alberg. Verlengd bij de eerste paal en van dichtbij een lastige kans voor Gianni Zuiverloon. Meijers. Van Duinen. Dat is dan eindelijk eens een keer werk voor Sillissen. Een kopbal op doel van Mike van Duinen. Mooi Zander. Ja, weer zo'n fout. Kramer nu. Maar Serrero grijpt sterk in. Anders is de kans daar voor Van Duinen. Wat is dat toch met Niklas Mooi Zander? Dat heeft hij dit seizoen toch te vaak. Ajax inmiddels hier, voorzet viergever. De misser bij ADO en de kans voor Kiesna. Eerst hier het zoveelste slippertje dit seizoen van Mooi Zander. Niet afgestraft door ADO Den Haag. En een paar tellen later, daar Kanon. En hier Kiesna. Kanon. Heel veel ruimte bij Zuiverloon. Dat wordt nu ook gezien door Dion Malon. Paas van Zuiverloon. Gert werd net niet lekker aangespeeld. Daardoor kreeg hij hem niet goed voor het doel. Milik blijft zo dadelijk staan als Sigtorsson in de ploeg komt. Kiesna gaat naar de kant. Hier is Van Rijn misschien wel op weg naar 2-0, maar hij wil het doen met een stift. Nou, dat zijn wel de mooiste doelpunten. Maar wellicht was een geplaatst schot met veel vaart hier beter geweest. Vrije trap Alberg. Gert. Nou, het is geen buitenspel, dus is hier niet het doelpunt. Wat een kans voor Zuiverloon. En daarna de bal gespeeld. Hier een blok volgens mij. Van Duinen. Maar hij kreeg de grootste mogelijkheid, Gianni Zuiverloon. Op de knie van Sillissen. Eindelijk de strijd en de inzet die je verwacht bij ADO Ajax. Wormgoor. Het storende werk van Sigtorsson. Milik is voor het doel. Dan moet het wel snel gaan. Sigtorsson. Het wordt Schöne. Mooie trap van Lasse Schöne. Goeie trap, Zuiverloon. Hier is de invaller Houtkoop. Alberg in positie. Roland Alberg. Daar moet je toch veel meer mee doen.
En dan komt er nu nog een kaart voor Zuiverloon voor een al eerder gemaakte overtreding. Van Duinen net niet. Viergever in de problemen. Kramer pikt op. Houtkoop. Hier komt Alberg. Hij legt hem voor. Kramer. Kramer. En daar is hij dan toch voor ADO Den Haag, de gelijkmaker. 10e doelpunt van het seizoen voor Michiel Kramer. Nu weer in zijn eentje de topscorer van de Eredivisie. Voorzet Houtkoop, dit is een slimme bal van Alberg. Van Duinen legt klaar en Kramer is dan trefzeker. Alberg schat in dat hij te weinig kan met deze bal. Althans, als hij hem op doel probeert te schieten, dus dat doet hij dan ook niet. En als Kramer daar helemaal vrij is, staat het gelijk in Den Haag. 88e minuut. Keeper staat vast en daar is bijna het doelpunt. Maar op de lijn ligt Hansen, notabene Van der Horen, die hem er bijna in kan lopen. De keeper komt niet, blijft staan. En toch een goede kans hoor voor Mike Van der Horen. Heeft dan toch die moeilijke wedstrijd die hij op voorhand verwachtte gekregen in de tweede helft, Frank de Boer. Riedewald. Ajax mag nog één keer in de aanval. Serrero. Overtreding. En een kaart voor Zuiverloon, dat betekent twee keer geel en dus rood nog voor de rechtsback. Dus is hij er niet bij volgende week als ADO op bezoek gaat bij PEC Zwolle. Schöne. Oppassen voor buitenspel, de bal wordt weggekopt en dan fluit de scheidsrechter nu af. Het punt is binnen voor ADO en dat wordt hier uitbundig gevierd. En op basis van de tweede helft is het misschien wel verdiend ook. Kramer zorgt ervoor. Met zijn doelpunt in de 85e minuut. Ajax verspeelt dure punten in Den Haag. 1-1 vanmiddag in de Hofstad.